Ja, ik denk Red Hood en begin ik in mijn waarde 4. Oh. Dat is een derg. En die is wel een leuke tip. YouTuber ben ik. Ik ben eerst wat de bekendste YouTuber van Buxtehude. Hallo allemaal, leuk dat je weer kijkt naar Spliksplit, een nieuwe video. Wij kennen daar van de caravan, maar doe je eens geen tiert, hè? Nee, ik moest even naar Assen toe, want ik ging naar mijn vriend uit Assen. Ja, ik ben nu nog verregen van kind die jong nog even, of kind die midjes nog even komen. Ik zei nee, helaas, dat lukt het net, want ik ging naar Assen toe. Ja, dus nou ja, nou ben we dus nog even bij. Ja, nou ben we toch nog, het is lukt. Bij de beroemdste vlogger van Buxtehude. Ja, eigenlijk wel, ja. Toen kijk ik het wel zitten, ja, klopt. Ja, hoe is dat zo begonnen, dat vloggen? Vloggen is eigenlijk begonnen omdat Robin, een goede vriend van mij, ik zei van mijn best doen, want ja, ik zit bij aan het vloggen. Ik zei, vloggen, wat is dat nou? Ja, dan mag je zelfs filmen hier de retour. En dan kon je dan vertellen wat ze ontwaan ben. Dan denk ik, dan wil ik eens proberen. En zo ben ik een beetje aan het vloggen slaan, zeg maar zeggen. Ik ben het Ritske van Konijn 5. En ja, ik word ook wel Ritske de vlogger genoemd. Dus ik dacht, ik ga vandaag weer eens even lekker voor jullie vloggen. Ik heet Green 5. Kon even. Ja, waarom? Ja, dat is een goede vraag. Nou, ik hou het een keer GTA 25 gieten. Maar Green 5 had net echt een reden. Ik denk de hart van Konijn of zo. Maar nee, dat ja, het is leuk. We gaan gewoon een Green Horn. Maar nee, het is net echt om die reden. Nee. Ja, Konijn 5 vlogs. En als ik dan ga vloggen, is het meer dit meer. Een beetje in de buurt, een beetje. Maar die camera. En dan, ja, hier vertel ik volgens mij iets soort buurt is of zo. Dat ik zo'n toneelstuk wie of zo. Nou ja, ik kom hier de camera een beetje en dan ga ik een beetje naar de buurt heen. En dan film ik een beetje dingen in de buurt waar die ik. En dan vertel ik een beetje wat ik leuk vind. En zo, nou, zo maak ik het vloggen een beetje. Wat vind je toch zo leuk aan het vloggen? Ik vind de creativiteit prikkeld, vind ik leuk. Dat vind ik echt leuk om te dwalen. Een beetje. Het is een beetje oors dan oors weer. Ze wisten wel eens net. En bijvoorbeeld elke een sketch door, dan kun ik heel oors wezen, dan ik zelf ben bijvoorbeeld. Maar het is vooral creativiteit, ik is er heel creatief in wezen. Als je verveelt dan denk je, nou, ik maak een leuke video. Meestal shuren naar die, dat is natuurlijk heel erg leuk. Er kun je wel populariteit op krijgen. Sommigen doen het voor het yield, ik doe het zelf net voor het yield. Ik is de yield mij verschenen, maar ja, dat doe ik zelf net door. Maar ik vind het vooral leuk voor de, als hobby en creativiteit, zeg maar zeggen. Hallo allemaal, ik ben het Nick van NickCraft.nl. En vandaag hebben we een interview met Bonno. En ik zie hem al, denk ik. Hier is Bonno. Hallo Bonno. Bonno, hoe is het nou om zo bekend te worden? Maar doe je nog iets van werk of is het nog squallen? Ik werk, nou, ik ben heel veel squallen. Ik ga vroeger speciaal onderwijzen. En als ik een inpak werk in Dalkom. En waarom ben je dan naar het speciaal onderwijs geweest? Ik had zelfs een verstandelijke beperking. Dat is wel een prettige vraag. Ik heb een crisis, meestal ga ik er prettig over regen. Maar ik had een verstandelijke beperking. Daardoor kon ik moeilijk leren. Ik moeite mij in lezen, scrollen, rekken en dat soort dingen. Toen ben ik naar het speciaal onderwijs gegaan geweest. Dat al je makkelijker en duidelijker kunt leren, zeg maar zeggen. En van de derde uur ben ik naar het dakken gegaan om impactwerk te doen en zo. Ik woon hier bij mijn mam. Ik heb nog een broer, ik heb nog een zus. Ze zijn al 12 getrouwd inmiddels, moet ik zeggen. Maar ja, ik bedoel, hij leeft dus net meer. En ik woon hier nog samen met mijn mam, met mijn net mee. Ik woon net op camera's uit. Heb ik een vriendin? Nee, ik heb geen vriendin. Ik heb wel heel prettig, het leuke is, ik krijg wel heel prettig verzoeken, zeg maar zeggen. Ik had zelfs nog een kaartje gekregen ergens. Echt een faaltijdskaart van Ian. Die had een keer de faaltijds in de brievenbus smieten. Zo, hele mooie kaartjes ook, zeg. Ik krijg best wel vaak verzoeken en vragen van, hey, Ritske was op date. En ja, serieus wie je? Ja. Was het op date en was verkeering bij mij? En dan zeg ik, nee, sorry, vooral, ik wil echt net verkeering bij hem houden. Want ik ben net op ziek naar hem, sorry. Nee. Dan wacht het nog even. Ik wacht je gewoon rustig hoor dat ik misschien de wagen nog vind, maar ik heb net zin om in dating in die ik nauwelijks ken of überhaupt net ken. Ik vind wel goed zo. Ik ben hier vandaag in Leiden en ik zit bij de bowlingbaan. Ik kan de bowlingbaan niet vinden. Ik zal meneer even vragen. Nee, weet je wat de bowlingbaan is? Dus 8 uur. 8 uur. Oh ja, goed. Abonneren, reageren. Ja, la 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 la. Welkom bij een nieuwe Rewind video. Hallo stripvrienden.
Vandaag ga ik een review doen van Jos en Jimmy. Dat praat nou Fries, maar in die vlogs dan doet ze het in het Nederlands. In vlogs ook wel in Nederland, dat haak ik bewust verkozen. Omdat als ze Fries praat, dan had ze minder kijkers, minder views, minder likes. Want ik ben een prutte Nederlands, die ken je Fries verstaan, nou? En als ik dan de hele tijd Fries wil praten, dan... Maar ik had wel eens een keer dingen in bepaalde video's, had ik bijvoorbeeld op een Friesland eens een keer naar die... Ja, maar ik ben heel benijd. Ja, ik zit echt te ziekje, maar ik ben de hele tijd tegen. Het is nogal wat makken natuurlijk. Ja, al die video's had ik makken, en dat is van mijn vreugde, maar ik word echt ziekje, man. Ik ben in mijn wedden, dus ik ga hier, op een Friesland, joh, het is echt de intro erin, shit. Hier, maar de logo van Friesland erin, hier kun je via viewen. De logo haak ik ript om het zo maar even te sissen. We hebben natuurlijk ook nog een paar nieuwtjes voor jullie. Nou, dan komt die Paulus maar erin bijvoorbeeld. Yo, dames en heren, ik zal dit is Piet Paulus maar met het weer. Hey, en hoeveel abonnees heeft? Ik even niet meer halen naar de 850 of zo, of dat net meer is. Volgens mij. Ja. Bijna op de 60. Bijna 860. Dat ken ik behalve wel 60 euro, maar dat weet ik net. Ah, en wat doet hij dat? Dat is voor een meisje naar die show. Ja, ik vind dat heel bijzonder. Ik voel het eerst in het begin heel erg wen. Ik denk van ja, ik heb me één keer mijn naam. Ik denk van wat gebeurt hier nou? Ja, meisje, we herkennen mij. Wil me op de foto. Best wel een handtekening is wel eens vreemd. Kijk, wil je een enkele keer een handtekening, een foto het meeste. Wist uiteindelijk ik heel beroemd worden? Of? Ik wacht je wel al hoe het komt. Denk het zo is. Ik zei altijd van ik hoef net heel beroemd te worden. Maar ik vind het wel heel mooi dat ik behalve wat herkenning krijg. Ja, dames en heren, dit was alweer de Friesland Youth. Ik hoop jullie dat het heel stukje leuk is voor. Ja, dan hebben we blauw toen ik hem heeg. En niks gezegd, abonneren nog even. Op knieën 5. Dan was wie nou letten we. Mijn knieën 5 Youth. En ik zal het later op morgen. Oftewel, tot morgen. Nou doei!